verzoek de hoogleraar de baret af te nemen. Ik open deze zitting met gebed. Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Gaat u zitten. Ik heet u van harte welkom bij deze academische zitting ter gelegenheid van de openbare verdediging van het proefschrift Maintaining and Enhancing the Autonomy of Nursing Home Residents with Physical Impairments, a qualitative multi-perspective study van mevrouw Van Loon. In de promotiecommissie hebben zitting, en ik begin eerst met de leden die in de commissie zitten, de opponenten, Dr. Jukema van Saxion University of Applied Sciences, professor Verbeek in de Rode Toga van Maastricht University, daarnaast Dr. Siso van Amsterdam UMC en dan bijna helemaal op het einde professor Gerritsen van de Radboud Universiteit Nijmegen en uiteindelijk onze thuisspeler professor Gobbes van Tilburg University, departement Tranzo. De promotores zijn hier aan mijn linkerhand professor Luiks van het departement Tranzo van Tilburg University, dan dokter De Rooij van de Wever Tilburg en tenslotte dokter Jansen van de Fontys University of Applied Sciences. Alvorens de verdediging aan te vangen, geef ik graag het woord aan de promovenda voor het geven van een beknopte samenvatting van haar onderzoek in voor het publiek begrijpelijke woorden. Oké, de vloer is aan u. Dank u wel. Fijn dat jullie vandaag hier in de zaal of via de livestream bij mij zijn om een lange periode van onderzoek af te ronden met deze verdediging. Nu alles bij elkaar komt in dit moment... hoop ik jullie een beeld te geven van waar ik al die jaren mee bezig was. Ik wil jullie meenemen in mijn onderzoek dat ging over eigen regie van ouderen in het verpleeghuis. Ik wil jullie voorstellen aan mevrouw Bel. Hier zien jullie haar. We gaan haar later nog terugzien in de presentatie. Ze heeft een CVA, oftewel een beroerte gehad. En het lukte haar niet meer om zelfstandig te wonen. Ze besloot dat een verhuizing naar een verpleeghuis de beste oplossing voor haar was. Mevrouw Bel vindt het maken van eigen keuzes erg belangrijk. Eigen regie noemt ze dat. Het is fijn dat de medewerkers op de afdeling eigen regie ook belangrijk vinden. Maar zij dringen er juist op aan dat mevrouw Bel zoveel mogelijk zelf doet. Ik denk dat dit in de zorg vaak zo gaat. Dit roept vragen op als: bedoelen we hetzelfde als we het over eigen regie hebben? Gaat het over beslissen, zelfzorg of nog iets anders, zoals kiezen of controle hebben? En zitten collega's wel op één lijn? En dit was één van de redenen waarom mijn werkgever, De Wever, mij vroeg om daar onderzoek naar te doen. Ik richtte me op het onderzoek naar eigen regie van ouderen met een somatische, oftewel lichamelijke, aandoening. De vraag was hoe deze ouderen samen met de medewerkers in een verpleeghuis eigen regie kunnen behouden en bevorderen. Als onderliggende theorie koos ik voor het raamwerk van persoonsgerichte zorg en verder gebruikte ik de theoretische inzichten over de vele verschillende betekenissen die eigen regie kan hebben voor ouderen in een verpleeghuis. Als eerste bekeek ik wat er al bekend is in de wetenschappelijke literatuur over bevorderende en belemmerende factoren voor eigen regie van ouderen die in een verpleeghuis wonen. Dat leverde een beschrijving op van eigen regie, zodat we weten of we het over hetzelfde hebben. Eigen regie is het vermogen om de omgeving te beïnvloeden en besluiten te nemen, ongeacht of men het vermogen heeft die besluiten uit te voeren. Dus het gaat niet alleen over zelf doen,
Dus het gaat niet alleen over het zelf kunnen doen. En het richt zich op het leven te leiden wat men wenst. En dat alles natuurlijk in die context van het verpleeghuis, waarbij er sprake is van verminderde sociale, fysieke en of psychische bronnen en afhankelijkheid. Verder ontwikkelt het zich in relaties. De literatuur gaf inzichten welke vermogens ouderen zelf hebben om eigen regie te behouden. Bijvoorbeeld of ouderen financiële middelen hebben om zo zelf specifieke behoeftes te kunnen regelen. Ook leerden we meer over hoe de wijze van zorgverlening en op de eigen regie van ouderen positief dan wel negatief inspeelt. Bijvoorbeeld of medewerkers ouderen betrekken bij besluitvorming. We vonden ook wat de invloed is van de vaardigheden van medewerkers. Zijn ze zich bijvoorbeeld bewust van hun normen en waarden ten aanzien van ouderen? Ten slotte vonden we bevorderende en belemmerende factoren in de organisatie van zorg. Bijvoorbeeld of er voldoende en bekwaam personeel wordt ingezet en hoe de afdeling is ingericht. Het werd hoog tijd om dat nu in de praktijk te gaan onderzoeken. Ik startte bij ouderen en observeerde hoe ze uiting geven aan eigen regie. Bijvoorbeeld met woorden, gebaren of het nemen van initiatief. Ook zag ik waarover ze eigen regie voerden. Bijvoorbeeld in welke ruimte ze wilden zijn, hun keuze of de kleren in de was moeten of best nog een keer aan mogen. En soms ging het over medische besluiten, zoals de keuze om wel of niet verder te behandelen. De signalen waren soms subtiel en daarom werden ze niet altijd opgepikt door de medewerkers. Dus het was goed om daarna ook naar de medewerkers te gaan kijken. Ook nu volgde ik als een schaduw 15 medewerkers op de afdeling. Verzorgende, verpleegkundigen, voedingsassistenten en een activiteitenbegeleider. Ze vertelden me dat ze eigen regie belangrijk vinden. Ze zetten verschillende acties in om dat te ondersteunen. Zo pakte één verpleegkundige de hele stapel nachthemden uit de kast, want mevrouw bleef op bed liggen en kon niet zien wat er in de kast lag. Zo kon ze zelf kiezen wat ze aan wilde. Maar ook hier zag ik situaties waarin de behoeften van de ouderen en de reacties van de medewerkers niet op elkaar aansloten. Dat zagen we ook bij het voorbeeld wat ik gaf van mevrouw Bel. Mevrouw Bel vond beslissen erg belangrijk, terwijl het personeel de nadruk legde op zelfzorg. Omdat het samenspel tussen ouderen en medewerkers plaatsvindt op de afdeling, keek ik daarna, na deze observaties, naar welk beleid twee organisaties voor verpleeghuiszorg formuleerden om eigen regie te ondersteunen. De organisaties vinden eigen regie heel belangrijk en dat is ook terug te vinden in de missie en visie. Die zijn bijvoorbeeld op hun websites te vinden en staan in de informatiefolders. Maar hoe die visie wordt vertaald naar beleid is dan natuurlijk van belang. Ik mocht de jaarplannen, evaluaties en verslagen van de gesprekken hierover inzien. Ook zijn er interviews gehouden om na te gaan of dit beleid bekend was bij de medewerkers die het moesten uitvoeren. De plannen bleken vooral gericht te zijn op het uitdragen van de visie. Theater, op de koffie gaan bij betrokkenen, coaching van medewerkers. Maar wat opviel was dat er niet aan ouderen zelf werd gevraagd wat voor hen belangrijk zou zijn en of de plannen die de organisaties hadden bedacht ook daadwerkelijk tot meer eigen regie leiden. Daarom waren we benieuwd wat ouderen als eerste zelf zouden willen aanpakken om eigen regie op hun afdeling te bevorderen. Op één afdeling deden ouderen en medewerkers samen onderzoek om te kijken welke acties zouden kunnen bijdragen op hun afdeling. Participatief actieonderzoek noemen we dat. Ik mocht daar een jaar bij zijn om te volgen met wat voor ideeën ze zouden komen en of die een bijdrage zouden geven aan eigen regie. Zo stelden ze bijvoorbeeld andere pauzetijden voor. Ook een extra knop bij de lift waar ze vanuit hun rolstoel bij konden leek een goede oplossing om zelf naar andere verdiepingen of naar buiten te kunnen. De voorstellen waren heel anders dan die ik vond in het vierde onderzoek. Deze voorstellen bleven dicht bij de leefwereld van de ouderen zelf.
Tegelijkertijd ontdekten we dat het een uitdaging was om met actieonderzoek aan eigen regie te werken op een afdeling. Ouderen en medewerkers zijn wel gewend om 1-op-1 relaties eigen regie te behouden, maar nu het over voorstellen voor de afdeling zelf ging, bleek dat niet eenvoudig. Wat hebben deze studies aangetoond? Dat eigen regie een veelzijdig begrip is wat door vele factoren wordt beïnvloed. Ouderen voeren regie over tal van zaken en hebben vele manieren in huis om dat te doen. Ook medewerkers vinden eigen regie belangrijk. Zij beschikken ook over manieren om dat samen met ouderen vorm te geven. Maar omdat die acties niet altijd passend zijn, is het nodig om in gesprek te blijven om aan te sluiten bij wensen en behoeftes van ouderen. Regie van ouderen over andere zaken dan de zorgverlening worden zelden meegenomen in beleid. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het gebouw of zelf het eten kunnen bereiden. Daar is nog veel winst te behalen. Het is goed om werkwijzen te ontwikkelen en in te zetten om ouderen te laten participeren, zodat ook de zorgomgeving zo wordt ingericht dat eigen regie behouden blijft. Om impact te hebben moeten deze bevindingen vertaald worden naar de praktijk. En dat gaat niet vanzelf. Daarom zijn in co-creatie praktijkproducten ontwikkeld zoals filmpjes, lesmateriaal en de kalender eigen regie die jullie op de dia zien. Deze kalender staat inmiddels al op 2300 plaatsen in de praktijk. De medewerkers van de afdeling van mevrouw Bel gaan met deze kalender aan de slag. Ze merken dat ze niet op één lijn zitten en ze pakken dat als team op. Zo zien jullie rechts de vraag aan hen wat eigen regie betekent en ze worden uitgenodigd om daarover in gesprek te gaan. Een van de voorstellen die het team uiteindelijk doet is om de maandelijkse huiskamerbijeenkomst te hebben. Daarin kan worden besproken hoe ouderen en medewerkers het beste kunnen samenwerken om eigen regie te behouden en te bevorderen. Laten we teruggaan naar mevrouw Bel. Wat zou dit onderzoek voor haar kunnen betekenen? Zij plande een gesprek over haar zorgplan in en zegt dat ze zelf wil beslissen over waar ze haar beperkte energie aan uit wil geven. In plaats van zoveel mogelijk zelf te doen tijdens de ochtendzorg, wil zij liever fit zijn om bijvoorbeeld haar dochter te bezoeken met de scootmobiel. En deze afspraak wordt in het zorgplan vastgelegd. Ik hoop zo een bijdrage te hebben geleverd aan het behouden en bevorderen van eigen regie voor ouderen in het verpleeghuis. Bedankt voor jullie bijdrage aan mijn onderzoek en interesse voor de resultaten. Hierbij verklaar ik dat dit proefschrift mijn eigen werk is en dat ik tijdens mijn promotietraject heb gewerkt volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit, eerlijk en zorgvuldig, kritisch en transparant, onafhankelijk en onpartijdig. Dank. Mag ik dan vragen aan het eerste commissielid, dokter Jukema, om de regie over de verdediging op te nemen? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Geachte promovenda, allereerst maar hartelijke geluk wensen met dit mooie en ook heel belangrijke proefschrift dat u vandaag verdedigt. En ook mijn felicitaties natuurlijk aan uw begeleiders die zich hebben ingezet voor de kennisontwikkeling rond een belangrijk vraagstuk. Uw werk staat in een belangrijke traditie, zowel nationaal maar ook zeker internationaal, van onderzoek naar en ontwikkeling van persoonsgerichte zorg voor mensen die langdurig en in grote mate en ook nog eens in de institutionele context afhankelijk zijn van de zorg van verpleegkundigen, verzorgenden, andere zorgprofessionals, maar ook in toenemende mate van vrijwilligers. De focus op het begrijpen van autonomie van ouderen in het verpleeghuis en het bevorderen ervan is echt van belangrijke waarde voor het kunnen realiseren van zorg voor mensen in een kwetsbare positie. En die zorg ook echt ondersteunend is voor een betekenis en goed leven. Persoonsgerichte zorg, uw focus, kent een lange en rijke traditie, die enerzijds haar basis vindt in visies op en modellen en theorieën van goede zorg,
en anderzijds gestoeld is op empirisch onderzoek. In zijn beste vorm gaan die hand in hand samen. En dat heeft u in deze studie op een heel mooie en samenhangende wijze gedaan, door praktijken van twee ouderenzorgorganisaties in verbinding te brengen met het person-centered care framework van Dr. McCormick en collega's. En over uw keuze gaat mijn eerste vraag. Zoals u wellicht weet, hebben verpleegkundigen, zorgethici, en ik denk dan ook zeker aan het werk van de Tilburgse hoogleraar Dr. van Huist, en sociaal wetenschappers in Nederland, en zeker ook in Vlaanderen, veel werk verzet rond de ontwikkeling van en onderzoek naar persoonsgerichte zorg. Ook in hun bijdragen is er veel aandacht voor concepten als autonomie, afhankelijkheid, kwetsbaarheid, de context van zorgverlening en zorgprofessionals. Dan is mijn vraag, welke zwaarwegende overwegingen hebben gespeeld bij het kiezen van het model van McCormick bovenop dat van onze collega's? Wat heeft McCormick meer of juist anders te bieden? En mogelijk, en ik doe een beetje een schot aan de voorkant, waarin schiet dit werk misschien ook wel tekort, waardoor uw studie misschien ook zaken heeft laten liggen die anders met het werk van de Nederlandse en Vlaamse collega's wel aan bod waren gekomen. Graag uw reactie. Hooggeachte opponent, hartelijk dank voor de complimenten en deze vraag. Het model van McCormick hebben We zagen dat eigen regie een zeer complex begrip is, wat niet alleen iets is wat de ouderen zelf kan beïnvloeden, nog dat wat ouderen en medewerkers samen kunnen realiseren. En we wilden juist vanwege die complexiteit ook een model kiezen wat onze studies zou kunnen helpen als raamwerk om al die perspectieven in beeld te brengen. Dus zowel het model van de ouderen, de zorgmedewerkers, de wijze waarop zij zijn voorbereid op hun werk, als de organisatie van zorg. Die hebben allemaal invloed op hoe dat individu eigen regie kan voeren. Dus wij zochten ook een model wat al die lagen in zich had, zodat we daar de resultaten ook in zouden kunnen plaatsen. Dus dat is de reden geweest waarom we voor deze middle range theorie hebben gekozen, die diverse lagen bij elkaar brengt met sleuteldomeinen en aspecten die daarbij horen. En als u vraagt van waar schiet het tekort, het model houdt de ouderen zelf wat onzichtbaar. Degene die de zorg ontvangt, die staat niet zichtbaar in het model. En dat hebben ze zelf ook al wel ontdekt, want recent is het model ook doorontwikkeld in een Oostenrijks programma, naar het model People noemen ze het dan, waarbij de fundamentele waarden van zorg zijn toegevoegd. Dus ze erkennen het zelf ook van, goh, wij missen eigenlijk de ontvanger van zorg en zeker de ontvanger van zorg in een langdurige zorgsetting. Hoe ik dat in het onderzoek heb opgelost is dat we bij de literatuurstudie zelf hebben gezegd, wij voegen die categorie erbij. Want we hebben in de artikelen juist tal van zaken gevonden die betrekking hadden op de persoonlijke karakteristieken of de persoonlijke de familie en vrienden die ze hebben, dus de zaken die de ouderen zelf aangaan. Dus in mijn eerste deelstudie hebben we dat toegevoegd. En we zijn ook in de tweede deelstudie meteen begonnen met het perspectief van die ouderen zelf te bestuderen. Dank u wel. Echt. En zeker het laatste wat u nu zegt, het perspectief van de ouderen, hè, dus de ouderen ook als agent, als creator van zorg, is denk ik een belangrijke toevoeging en heeft uw werk daarin ook echt van grote waarde. En dat brengt me dan ook eigenlijk op een tweede vraagstuk. En dat betreft de methodologie van uw werk, van eigenlijk uw hele studies. Want ik ben echt onder de indruk geweest, en ik vind het ook een hele knappe prestatie, dat u zoveel verschillende methoden en technieken van onderzoek hebt ingezet.
U heeft een review gedaan, shadowing gedaan, beschrijvend kwalitatief beleidsonderzoek en ook nog eens participatief actieonderzoek. Ik denk, hoe krijg ik het allemaal rond? Het heeft ook 9 jaar geduurd. En wat Jörg, deze hele rijke, deze aanpak heeft tot een heel rijk en genuanceerd inzicht geleid tot dit idee van regie in deze specifieke context. En dan doet u, en ook een beetje in lijn van, een ouder is ook zelf een creator van zorg, doet u volgens goed gebruik aan een van de aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Ik was een beetje verbaasd over het voorstel om effectonderzoek te doen, maar dat laat ik graag voor een vervolggesprek over. Want in uw onderzoek, in de vervolgonderzoek, stelt u ook voor om onderzoek te doen met ouderen als co-onderzoeker. En dat klinkt mij als muziek in de oren. En mogelijk vanuit de benadering van citizen science, of in goed Nederlands burgerwetenschap. En dit is echt zeer te prijzen. Maar wat zou deze benadering van onderzoek brengen? Wat zou het anders doen als u in termen van kennisontwikkeling of praktijkverandering, als u uw onderzoek meer vanuit dat idee van dat een ouder zelf ook kennisdrager is en creator is van kennis en van verandering? Kunt u daar enigszins op reflecteren? Ja, hooggeachte opponent. Dank voor uw vraag. Ik werd door een collega naast u gewezen op een artikel wat ik gemist had in mijn onderzoek. En daarin was sprake van participatief onderzoek als een blijvende betrokkenheid van ouderen, als een soort inspraak, participatie op de afdeling voor ieder onderwerp. Nou, daar zou ik zelf, toen ik dat las, niet aan denken. Ik denk niet dat de dagelijkse gang van zaken steeds maar weer met onderzoek moet worden aangepakt. Ik denk dat daar de middelen en de mensen niet voor zijn. Maar ik denk wel dat ondersteunende structuren en afspraken, richtlijnen, hoe we dingen doen, dat overstijgende procedures binnen het verpleeghuis zeker met ouderen zelf moeten worden opgepakt. Maar nog even terug te komen op het onderzoek. Ik ga u in belang van de tijd onderbreken, maar er komt hopelijk nog een tweede ronde. Dan zou ik nu graag het woord geven aan professor Verbeek. Ja, dank u wel. Geachte promovenda, van harte gefeliciteerd met uw hele mooie proefschrift. U snijdt een belangrijk onderwerp aan, namelijk het behouden en stimuleren van autonomie voor bewoners van verpleeghuizen, waarbij u zich richt op de doelgroep met hoofdzakelijk fysieke beperkingen. En u heeft ook, wat ik heel erg waardeer, is dat u ook mooie producten heeft ontwikkeld voor de dagelijkse praktijk en ook echt werk heeft gemaakt van de implementatie. En in mijn felicitaties wil ik ook graag uw promotieteam betrekken. En ik zou graag met u van gedachten willen wisselen over het feit dat Nederland een redelijk bijzonder land is eigenlijk. Omdat wij vanaf het begin, vanaf het ontstaan van de verpleeghuiszorg in de jaren 50 en 60, een strikte scheiding hebben aangehouden tussen somatiek en PG-afdelingen. Dus enerzijds mensen met fysieke beperkingen en anderzijds mensen met psychogeriatrische beperkingen, bijvoorbeeld dementie. In het buitenland zijn daar hele vele studies naar gedaan. Wat is nu goed en niet en voor wie? En vaak wonen deze doelgroepen ook gewoon door elkaar in de langdurige zorg en in verpleeghuizen. En je kunt je ook wel afvragen of deze strikte scheiding wel te maken is. Want heel veel mensen met fysieke problemen hebben ook bijvoorbeeld cognitieve problematiek, ook al wonen ze op een somatische afdeling. En in uw review in hoofdstuk 2 vindt u dan ook barrières en bevorderende factoren die wellicht ook gelden voor mensen die wonen op een psychogeriatrische afdeling of voor mensen met dementie. Waarom dat onderscheid zo strikt en voegt dat iets toe volgens in uw ogenblik? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor de complimenten en uw vraag. Wat we hebben gezien is, als je naar eigen regie kijkt, dat de meeste onderzoeken voor de somatische verpleeghuiscliënten zich richten op de dimensie besluiten over iets en het zelf kunnen uitvoeren. Decisional en executional autonomy. En we hebben gezien dat de meeste artikelen, de meeste onderzoeken ook vooral zich op die dimensie afspelen.
En ik denk dat dat komt omdat ouderen met fysieke problemen vaak nog zelf kunnen beslissen over wat ze zouden willen en hoe ze dingen zouden willen. Maar dat ze juist door die fysieke beperking, waarom ze 24x7 uur zorg nodig hebben, hulp nodig hebben om hun wensen uit te voeren. Dus ik denk dat juist voor die doelgroep de studie hierover zich richt op, vooral op deze dimensie. Mm-hmm. Maar goed, mensen met dementie kunnen natuurlijk ook nog heel goed beslissen wat ze willen. Ja. Daar zijn we het alleen niet altijd mee eens. En wij vinden soms andere dingen, dat wij denken dat goed zouden zijn. Maar goed, dat zien we denk ik in uw studies ook terugkomen. Dat de zorgverleners hele andere beelden hebben dan degene die wonen in het verpleeghuis. Dus hoe kijkt u daar dan naar? En ik zie dat de onderzoekskeuzes verschillen, hè, dus dat je dat zou kunnen ver. Maar ik zie ook hele vergelijkbare thema's terugkomen als organisatie. En dus dat je denkt, goh, wat voegt het volgens u toe om die scheiding te maken? Of denkt u, als u nu opnieuw zou mogen doen, denk ik, nou ja, misschien voegt het misschien niet per se toe om die strikte scheiding zo te maken. Moeten we meer naar algemenere principes die voor iedereen gelden, maar wellicht er anders uitzien? Ik denk dat er veel hetzelfde is, maar dat het er anders uitziet. Het is lastiger te begrijpen wat de wens is of wat de behoefte is. Mm-hmm. Die zal op een andere manier worden geuit. Mm-hmm. Mogelijk zijn bij mensen met dementie ook de fysieke vermogens juist sterker. Ja, dus je ziet de doelgroepen zien er wel anders uit inderdaad. Ja. Fysiek misschien nog wat beter, dus dan zit het op de invulling meer. Ja. Dus misschien bent u het wel met me eens dat het concept daarachter wellicht te vergelijkbaar is, maar de invulling. En als je het dan naar de praktijk wil vertalen, moet je dat toch... Ja, daar kan ik u zeker in volgen. Als ik dan met u mee mag gaan naar hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 is heel erg gericht op het beslissen en het keuzes maken naar autonomie. Waar u ook aangeeft, hè, mensen met fysieke beperkingen zit veel op. En ik mis een beetje in dat hoofdstuk de reactie van de medewerkers. En hoe zij kijken daarna. Zijn er misschien gemiste kansen? Dat beschrijft u in hoofdstuk 4. Want u trekt dat een beetje uit elkaar. In hoofdstuk 4 kijkt u heel erg naar hoe de medewerkers reageren. En we hebben eerder onderzoek gedaan vanuit onze groep. En daar zagen we ook bijvoorbeeld dat in de ochtendzorg heel veel gemiste kansen zijn voor medewerkers om bewoners te stimuleren in eigen regie. En hoe kijkt u daarnaar? En zou er misschien ook meer waarde zitten in niet alleen het op beslissen, maar juist reactie, wederkerigheid. Een stukje van wat mijn voorganger ook al vroeg, dat mensen ook een actor zijn in het proces en dat je dat vanuit een gelijkwaardig perspectief moet bekijken. Hoe kijkt u daar nu naar? Hooggeacht, hooggeleerde opponent. Ik probeer het even samen te vatten, want er kwamen veel gedachten langs. De vraag of ik bij de deelstudie van de ouderen reacties van personeel heb gezien waar het sprake zou zijn van gemiste kansen. Ja. En of het ook meer gaat dan alleen het beslissen, maar ook vanuit de omgeving op andere manieren kunnen ondersteunen. Ja. Ja, ik heb zeker voorbeelden gezien van gemiste kansen. Dat signalen niet werden opgepakt. Mm-hmm. Als observator zag ik dan dat iemand iets wilde aanwijzen en er werd op dat moment niet gekeken of er werd iets gezegd, maar dat werd genegeerd. Mm-hmm. Ik heb zeker die gemiste kansen gezien en dat noemde ik ook zo. Want als alles goed zou zijn, dan zou deze studie, als er een perfecte match zou zijn, zou deze studie ook niet zoveel nieuws brengen. Mm-hmm. Ik heb ook gezien dat er werd ingevuld dat de cliënt wel iets zou willen, maar dat zij daar niet aan konden beginnen. Dus ik heb ook best wel negatieve uitingen daarin gezien. Mm-hmm. Die waren niet dominant. Ik moet zeggen dat er echt best werd gedaan om de goede dingen te doen. Mm-hmm. Maar vaak match je dat niet, dat het niet begrepen werd van elkaar. Ja. Ja, en zou dat ook mee te kunnen maken hebben rondom de definitie? Autonomie is een ontzettend ingewikkeld concept. Ja. En als je kijkt naar uw PAR-studie, zien we ook in het begin, het eerste jaar, dachten mensen, we weten wel wat eigen regie betekent. Ja. En al uw respondenten gaan naar een jaar, we denken er eigenlijk heel anders over. Ja. Kunt u dat toelichten, hoe hun beeld veranderd is in de loop van de tijd? En is dan eigen regie of autonomie wel het goede begrip? Of moeten we het over andere dingen gaan hebben?
Ik heb zeker een ontwikkeling daarin gezien. Vaak proberen ze in het begin de organisatie, missie te reproduceren. Van ja, zo kijken wij ernaar. Want ja, waarschijnlijk ook omdat ze meedoen aan onderzoek en het heel goed willen doen. En dat ze dan gaandeweg merken van ja, maar eigenlijk zijn we het hier helemaal niet over eens. De organisatie waar ik het actieonderzoek had gedaan, die had een vrij vooruitstrevend, ja, toch wel een uitstraling van een beetje u vraagt wij draaien. Dat, zo was het opgevat. Dus dat botste heel erg met van wat ze zelf vonden dat goede zorg was. Of de beperking die ze zelf ervaarden van als ik dit ga doen, dan kan ik dat niet meer doen. En gaandeweg dat actieonderzoek merkte je ook dat die irritaties en lastigheden eruit kwamen. Ja. Dus dat ze het echt veel met elkaar opnieuw moesten gaan bespreken. Ja, ja, ja. Mag ik nog een korte vraag stellen? Of een korte dan, ja. In 2018 is er een nieuw kwaliteitskader gekomen. En sommige van uw studies zitten daarvoor, hè, de beleidsstudie. En denkt u dat die beleidsstukken er nu anders uitzien? Meer aandacht voor persoonsgerichte zorg in het nieuwe kwaliteitskompas en dat soort zaken heeft. Denkt u dat er iets in verandert? Of denkt u, ja god, er kan van alles komen, maar het gaat uiteindelijk om hoe ze het samen vormgeven in praktijk. En dat doet beleid er eigenlijk niet zoveel toe. Ik heb de stukken teruggelezen tot 2015 in voorbereiding van dit. Toen de eerste gedachten over de onderzoeksopzet kwamen. En toen lag het stuk waardigheid en trots er al. Waar zeer nadrukkelijk werd gezegd, gesproken werd over persoonsgerichte zorg. En dat dat gerelateerd werd aan eigen regie. Later is dat vertaald naar het toezichtskader en het kwaliteitskader. Dus ik denk dat daar een doorgaande lijn in zat. Ik zag daar geen breuk in. Ja. En wat me ook opviel bij de beleidsstudie, was dat beide organisaties dezelfde accenten legden, dezelfde soort keuzes maakten. Ik zag heel veel parallellen. En ik denk dat was ook omdat ze zich voorbereiden op dat toezichtskader, waarin zaken als inzage in het eigen zorgdossier, aanwezigheid en ondertekenen van het eigen zorgplan waren vastgelegd. Okay, dank u. Dan geef ik het woord graag terug. Dank u. Dan geef ik nu graag het woord door aan dokter Sizel. Ja. Geachte promovenda. Graag wil ik ook met u van gedachten wisselen over uw briefschrift. Maar natuurlijk ook niet voordat ik u en ook uw promotieteam en begeleidingsteam van harte wil feliciteren met uw mooie en belangrijke werk. U heeft zich zowel vanuit het perspectief van de bewoners, eigenlijk de mensen om wie het gaat, maar ook vanuit de zorgprofessionals en de beleidsmakers in de langdurige zorg verdiept in hoe eigen regie, autonomie te bevorderen bij deze bewoners. En ik wil u ook in het bijzonder complimenteren met uw pionierswerk. Als het gaat om actieonderzoek met bewoners en naasten en zorgprofessionals in die langdurige zorg. Ik heb dat ook met heel veel interesse gelezen, omdat u ook heel mooi hierover reflecteert op een hele open en reflectieve wijze. En dat is denk ik een hele belangrijke inspiratie voor collega's die ook actie willen uitvoeren binnen de langdurige zorg. Ik heb uiteraard ook een aantal vragen bij uw proefschrift waarover ik met u van gedachten wil wisselen. En om te beginnen wil ik het met u hebben over hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Daarin heeft u een hele elegante onderzoeksmethode gebruikt, het schaduwen van mensen. En als we het dan hebben over hoofdstuk 3, dan beschrijft u dat u een persoon een periode van 3 uur heeft geschaduwd. En wat volgens mij het mooiste resultaat is, wat je krijgt bij schaduwen, als je in feite een soort vlieg op de muur bent en die bewoner zich eigenlijk ook bijna niet meer bewust is van dat je daar aanwezig bent. En ik vroeg me af, als je dat dan 3 uur doet, kan je dat dan voldoende zijn? Heeft u het idee dat u echt die vlieg op de muur bent geweest? Of waren ze zich toch allemaal om u, om de bewoner heen, wel bewust dat u daar ook aanwezig was? Kunt u daar eens op reageren? Hooggeachte opponent, bedankt voor de complimenten en deze vraag. Het was mijn intentie om gedurende 1 dag zo lang mogelijk aanwezig te zijn, met de nadruk op het zorgmoment in de ochtend, waarin veel regie kan worden gevoerd en veel interactie is. De contacten rondom het eten met voedingsassistenten, medebewoners en
hoe ze hun eigen tijd invullen. Ik heb ook gemerkt dat ik als onderzoeker ook niet had nagedacht van, oh, maar wanneer kan ik nou eten? En wanneer kan ik een kop koffie pakken? En dat je hoofd ook wel heel erg vol komt met indrukken, zodat je af en toe ook even uit de situatie wil. Dus het was ook iets wat ik gaandeweg ontdekte van, maar je kunt helemaal geen 8 uur bij iemand blijven. Ik heb ook gemerkt dat mensen dan toch een soort gastheer wilden zijn en het gesprek met mij gaande wilden houden, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was, maar waar het ook niet lukte om dat op de een of andere manier af te kappen. Iemand was net terug van een opname voor hartfalen en die bleef maar praten, dus ik dacht, oh, dat komt gewoon niet meer goed dadelijk. Dus toen ben ik ook weggegaan. Dus heb ik gezegd, dan kom ik straks terug. En die momenten van weggaan had ik ook wel echt nodig om die observaties te laten bezinken en aantekeningen te maken over mijn indrukken. Dus een beetje de memo's, los van de observaties zelf. Bij sommige mensen lukte het ook om bij een activiteit bijvoorbeeld heel goed aanwezig te zijn, omdat ze naar een restaurant gingen. En dan kon ik ook echt ergens gaan zitten en kijken. Maar anderen die ontvingen bijvoorbeeld gasten en dan was het heel raar om daarbij te zitten. Dus het was ook zoeken naar van hoe kan ik zoveel mogelijk zien over hun regievoering. En hoe kan ik ongemakkelijke situaties voorkomen. Dus bij sommigen was het ook heel kort. Er zijn mensen die me gewoon wegstuurden zo van, ja, nou vind ik het wel weer genoeg. Vond het ongemakkelijk. Anderen rekenen er juist op dat je de hele dag bleef. Ja, dus ik heb mijn weg erin gezocht. Ja. Creatieve processen. Ja. Ik van. Ja, mooi hoe je dat beschrijft. Ik vroeg me af, u vertelde ook dat u naar, of het schreef u op, in uw methodeparagraaf van hoofdstuk 3, dat u de bewoners ook interviewde nadat u een dag geschaduwd had. En daarin staat ook de vraag opgenomen, ervaarde u autonomie in deze situatie of eigen regie? Ik weet niet hoe u het vertaald heeft, maar ik was eigenlijk wel heel benieuwd van, hoe heeft u dat eigenlijk uitgevraagd? Want als ik uw hele proefschrift lees, ja, dan is het heel duidelijk dat op heel veel verschillende manieren eigen regie, autonomie geïnterpreteerd kan worden. En dat het een heel ingewikkeld concept is. En hoe weet u nu hoe uw respondenten dit nou hebben geïnterpreteerd? Kunt u daar eens wat meer over vertellen? Dank u wel voor deze vraag. De bedoeling was om een soort check te doen van was dit nu een dag zoals andere? Is dit zoals u het wilt? Maar het was heel lastig om een vraag te stellen die recht zou doen aan een korte checkmoment van de observaties. Dus het was niet bedoeld als een echt interview. Dus het is ook niet als zodanig uitgewerkt in de resultaten. Wat ik meestal terugkreeg was van, zegt u maar eerst maar eens wat eigen regie is, dan kan ik daar een antwoord op geven. En dat maakte het heel lastig, want zodra ik dan weer een invulling ging geven, stuurde ik de ouderen meteen weer in een richting. Dus ik merkte dat een hele lastige situatie was. Dat ouderen niet op de hoogte zijn van de visie op eigen regie, het daar ook niet over hebben. Dat het ook geen, dat is echt jargon, dat is echt onze taal als medewerkers. Dus ik probeerde nog wel met, is dit zoals u het wil? Of kunt u uw leven leiden zoals u het wil? Het waren lastige gesprekken. Als u nou dat nu nog een keer zou doen, hè? Stel u mag, heeft onbeperkte tijd en u mag nog een keer schaduwen en daarna dit vragen, hoe zou u het dan uitvragen? Heeft u daar inmiddels ideeën over? Ik denk dat het uitvragen eigenlijk weinig toevoegde aan wat ik gezien heb. Dus ik denk dat ik het niet meer zou doen. Ik heb het ook overgeslagen bij mensen met afasie. Die had ik door de methode shadow wel goed mee kunnen nemen in de observaties. Maar zij konden niet, zij konden geen vragen beantwoorden. Ik denk dat ik het dat checkmoment aan het einde niet zou hebben gedaan. Ja. Mooi. Mag ik dan nog een vraag stellen? Ja. U schrijft ook, ik wilde graag nog even verder met u over hoofdstuk 6, uw actieonderzoek, waarin bewoners naast en zorgprofessionals samenwerkten aan het bevorderen van eigen regie.
U schreef eigenlijk bij de opzet dat u uit de literatuur wist dat er machtsverschillen kunnen ontstaan. En daarom besloot u om de bewoners en de naasten, en er was een naast bij, vaker bij elkaar te laten komen dan zorgprofessionals. En die reflecteert daar heel mooi op in uw discussie. Als u nou nog een keer PAR zou uitvoeren in de langdurige zorg, hoe zou u dat dan opzeggen? Want u zegt achteraf heb ik het idee dat het misschien niet zo'n ongelukkige keuze dat die bewoners eigenlijk vaker bij elkaar komen. Hoe kijkt u daarnaar? Hoe zou u dat opzetten? Bedankt voor uw vraag. Ik zou zeker niet meer de groepen apart laten bij elkaar laten komen. Dat was een keuze, een foute manier van beschermen van ouderen, dus misschien ook wel weer stigmatiserend. En zij bleken ook juist op deze afdeling juist de overhand te hebben in macht. Ik merkte dat de medewerkers er tegenop zagen om aan te sluiten van waar komen ze nu weer mee. En ook dat proces van een onderlinge beraadslaging maakte ook dat ze dingen onderling wilden houden en niet wilden delen met anderen. Dus hun verslagen mochten niet naar de actiegroep leden van het personeel. En er gebeurden allerlei dingen in die groep, waardoor ik denk van dit had ik gewoon nooit moeten doen. Dit is het beschermen, onterecht beschermen van een groep en de anderen juist weer kwetsbaar maken. Dus ik zou de groep zeker samen laten komen. Ik weet dat er ook designs zijn waarbij juist de ouderen bij elkaar komen en dat dan een intermediair het gaat vertellen wat die ouderen hebben bedacht om ouderen te beschermen. Maar ik denk juist om die meer stemmigheid te hebben, want het zijn juist de medewerkers die het handen en voeten moeten geven. Want die knop bij de lift, daar kunnen ouderen zelf niet over beslissen. Daar zal toch echt iemand anders iets van moeten vinden. Dus ik zou wel weer de uitdaging aangaan om ouderen en medewerkers samen te laten komen in een actiegroep. Maar ik zou ze nooit meer apart bij elkaar laten komen. Mag ik nog één kort vraagje erover stellen? Nee? In belang van de tijd. Oké, dank u. Professor Gerrits, het woord is aan u. Dank u wel. Geachte promovenda, graag zet ik de discussie voort, maar ik wil me ook heel graag aansluiten bij de complimenten van mijn voorganger. Het is echt een heel mooi proefschrift. Oh, nou ben ik beter te verstaan, merk ik. Een heel mooi proefschrift, goed doordacht. En je kunt echt merken als je het leest dat u heel goed weet waar u het over heeft. En dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat u ook heel veel verstand heeft, kennis heeft van de praktijk. Dus überhaupt de beslissing om te gaan promoveren vond ik al een hele mooie. En ik denk dat dat echt een verdieping en een hele mooie verbreding van het proefschrift heeft gegeven. Ook een vraag heb ik. U zegt volgens mij op een paar plekken in het proefschrift de mensen waar het om gaat, de actoren waar het om gaat, de bewoner en de nursing staff, de verpleegkundige, de verzorgende. En dan noemt u wel ook, eigenlijk heb ik het niet zo over de naasten gehad en dat is misschien ook belangrijk. Maar ik mis eigenlijk nog twee andere groepen, namelijk behandelaren en de andere bewoners. En ik vroeg me af of u voor elk van die groepen, en misschien is het fijn om dan te beginnen met die naasten, wat zou hun rol kunnen zijn geweest in autonomie? Wat zou die kunnen gaan betekenen, ook als je kijkt naar de huidige ontwikkelingen in de sector? En ook voor die andere twee groepen, dus de behandelaren en de andere bewoners. Hooggeleerde opponent, bedankt voor de complimenten en uw vraag. U vraagt naar de perspectieven van de naasten, de behandelaren en andere bewoners, omdat ik in mijn proefschrift de focus heb gelegd op ouderen en de medewerkers op de afdeling zelf. Dat heb ik ook om praktische redenen gedaan, om het aantal deelvragen en het onderzoek behapbaar te houden. Dus bijvoorbeeld bij het onderzoek naar ouderen hebben we wel gezien wat naasten en medebewoners kunnen betekenen. En we hebben geprobeerd die te coderen, de fragmenten uit de observaties te coderen vanuit het perspectief van die ouderen. Wat betekent die persoon dan voor de eigen regie van ouderen? En zo hebben we gekozen om de naasten
bij het thema rondom het delegeren van handelingen te coderen. Dus zijn er naasten die bijvoorbeeld die fles shampoo kopen? Het klinkt heel banaal, maar als mensen geen naasten hebben die iets kopen, dan ontbreken vaak verzorgingsproducten die niet door het verpleeghuis worden verstrekt. Maar ook kleding, financiën, administratie. Dus daarin, dat hebben we gecodeerd vanuit delegeren van handelingen als vorm van eigen regie. De naasten hebben we in het tweede deel onderzoek gecodeerd vanuit hoe mensen hun, hun dagelijkse leven willen invullen. Besluiten zij om activiteiten met anderen te doen of besluiten ze om juist op de eigen kamer te blijven en niet met andere bewoners samen dingen te doen. Dus op die manier hebben we geprobeerd om dat, de signalen die we wel zagen, de observaties op die, in de resultaten mee te nemen. De behandelaren hebben we echt niet gezien. Die heeft u ook letterlijk niet gezien, denk ik. Nee, in de zin van dat ik die niet op de, afdeling heb gezien terwijl ik aan het observeren was. Ja. En daar werd wel meteen gezegd toen ik bij die onderzoek, bij dat pleeghuisinstelling gevraagd had of ik onderzoek mocht doen. Toen werd er meteen gezegd, je moet eens naar die behandelaren kijken, want die hebben wel zo'n grote invloed op eigen regie. Misschien zijn die wel belangrijker of belemmerender dan de medewerkers op de afdeling zelf. Mm-hmm. Ik heb wel in de beleidsstudie uitspraken daarover gehoord. Die heb ik wel meegenomen. Dat door geïnterviewden ook werd gezegd van, goh, die behandelaren die kiezen steeds maar voor evidence-based werken en hebben een BIG-registratie en die zeggen dan dat iets moet, maar dan kies ik toch voor de cliënt en niet voor de behandelaar. Dus er werden wel openlijk zaken over gezegd in de interviews, maar daar heb ik verder geen studie naar gedaan. Nee, en het lijkt ook niet zo dat het in de vormgeving van die autonomie, die behandelaren dan een rol hadden, als ik het zo hoor. U zei net iets over dat belemmeren, hè? Want ik denk eigenlijk dat dat heel belangrijk kan zijn als het gaat om andere bewoners bijvoorbeeld. Een promovendus van mij, Henny van der Weijden, die kent u wel, die doet onderzoek naar autonomie bij dementie. En daarin zie je, lijkt ze echt te zien dat de eigen regie van de een de eigen regie van de ander kan belemmeren. Heeft u dat soort dingen ook gezien? Dus dat interactie tussen bewoners eigenlijk heel veel zegt of doet met autonomie? Ja, bedankt voor deze vraag. Ik heb inderdaad bij de observaties bijvoorbeeld iemand gezien die vies was van haar medebewoners aan tafel, dus die wil eigenlijk niet daar eten. En het was wel de bedoeling dat ze daar in die ruimte ging eten. Dus de reactie was van de voedingsassistenten, dan zetten we al het eten in de keuken. En als we dan lopen we naar ze toe en dan vragen we wat ze op hun bord willen, zodat dat niet op tafel staat, maar dat dat in de keuken staat. En dan zie je wat voor een invloed dat heeft op de regie rondom eten. Want als je niet weet wat de keuze is, dan is het of alles opsommen waar je uit te kiezen hebt. Alle soorten brood, alle soorten beleg. Terwijl als dat op tafel zou staan, zou dat gewoon jouw eigen keuze zijn om dat te doen. Dus er zijn eigenlijk veel dilemma's, als ik het zo begrijp. Hè? Ja. En heeft u het gevoel dat u daar nog nader onderzoek naar zou kunnen doen? Of dat het belangrijk is om dat te doen? Omdat ik ze niet zo heel erg in uw proefschrift zag. Ja, het zijn van een leefgemeenschap is iets heel bijzonders. Ja. In het actieonderzoek werd dat nadrukkelijk genoemd door de ouderen die meededen. Van wij zijn tot elkaar veroordeeld. Jullie werken hier en wij wonen hier. En daar moeten we samen aan uitkomen. Maar ik denk niet dat het echt zo gevoeld wordt. Mm-hmm. Kan ik nog een vraag stellen? Ja, over de behandelaren, want ik ben zelf niet praktiserend, maar een behandelaar, psycholoog. Als ik dit lees, dan denk ik, oh, die psycholoog die kan heel veel betekenen in het ondersteunen van, het zorgteam, in het verbeteren van het geven of het ondersteunen van eigen regie.
zag ik niet zo terug in uw proefschrift. Heeft u daar, dat zag u dus ook niet zo, denk ik, in de praktijk, zei u net. Hè? Maar zou u daar eens op kunnen reflecteren van hoe zou dat vormgegeven kunnen worden in een multidisciplinair team? Ik denk dat, zeker in het reflecteren op van waarom gedraagt deze ouder of vraagt hij op deze manier om eigen regie of voert hij op deze manier eigen regie, dat het kan helpen, dat noem ik ook meerdere malen, dat reflectie kan helpen om op die eigen waarden en normen te kijken. En dan denk ik dat juist in zo'n multidisciplinaire context, juist iemand die wat verder afstaat van die dagelijkse zorghandelingen, mee kan kijken van goh, maar waar zit nu, waarom vind je dit of waarom zeg je dit, welke zaken liggen erachter. Ik denk dat dat zeker een rol kan zijn van de psycholoog. Ja, okay, ik geef het woord terug. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de laatste opponent, professor Gobbens. Dank u wel. Geachte promovenda, ook ik wil u graag van harte feliciteren met uw proefschrift. En dat geldt natuurlijk ook voor uw promotiecommissie. Ik heb uw proefschrift met veel interesse doorgenomen. U voerde 5 studies uit. En als ik het goed begrepen heb, zijn die inmiddels alle 5 ook gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften. Dus daarvoor mijn complimenten. Maar natuurlijk zit ik hier niet alleen om die complimenten te geven, maar ook om met u van gedachten te wisselen over de studies die u heeft uitgevoerd. In de 3e studie, daar ga ik graag met u naartoe. Dat is beschreven in hoofdstuk 4 van uw proefschrift. Beantwoordt u de vraag, even een slokje water. Hoe handelen zorgmedewerkers en wat ervaren zij bij het ondersteunen van de eigen regie van bewoners met een somatische aandoening? En ik ga met u dan graag naar pagina 101. Daar staat namelijk het kopje Strengths and Limitations van deze studie. Maar als ik dat lees, dan zie ik eigenlijk alleen maar strengths. En ik vraag me gewoon af, had deze studie geen limitations? Graag uw reactie daarop. Hooggeleerde opponent, bedankt voor de complimenten en deze vraag. Ik heb het zo wel even niet paraat. Er zijn zeker mogelijkheden dat er een soort bias is als je de methode shadowing inzet. Dat mensen wenselijk gedrag gaan vertonen, heel erg beseffen dat je er bent. Dus dat soort zaken, die had ik vermoed dat ik die had kunnen beschrijven. Die heb ik ook geprobeerd om zoveel mogelijk te voorkomen door al vast in de wat langer in de organisatie te zijn. Dus dat ik niet een vreemde was die zomaar 's ochtends in één keer uit het niets een dag mee kwam lopen. Ik heb ook meteen mijn observaties uitgewerkt, iedere dag na het afloop van het shadowen. Dus dat zijn wel zaken waar ik geprobeerd heb zoveel mogelijk rekening mee te houden. Ja. Die bias niet op zou treden. Ja, toen ik het las, die studie, toen dacht ik met name ook aan de externe validiteit. Hoe kijkt u daarna? Vindt u dat het goed zit met de externe validiteit? Of was dat misschien helemaal niet zo relevant voor deze studie? Ik heb wel beschreven in wat voor een context het plaatsvindt. Dus in de zin van kun je het verplaatsen naar, kunnen andere onderzoekers die dit lezen bedenken of dat het in hun context hetzelfde zou zijn. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te beschrijven wat er gebeurde. Dus ik heb de context proberen weer te geven met mijn beschrijving. Het is zeker een... De deelnemers waren bijvoorbeeld allemaal vrouw. Dus ik heb ook nog nagevraagd van, is dit representatief? Wilden toevallig alle mannen van de afdeling niet meedoen? Maar dat was dus niet zo. Er werkte op dat moment alleen 1 man in de nachtdienst en die deed niet mee omdat dat geen keuze was om in de nachten te shadowen. Ja, dank u wel voor uw reactie. Dan ga ik naar een ander deel van u. Proefschrift. En dat is het stukje over de auteur.
En dan las ik dat u lecture practitioner bij de Wever bent geweest. En dat weet ik natuurlijk ook wel. U was dan verbonden aan een zorginnovatiecentrum. En afgekort hebben we het dan over een ZIC. Bij Hogeschool in Holland in Amsterdam, waar ik ook mijn hoofdaanstelling heb, noemen we dat dan een leren- en innovatienetwerk, een LIN. In beide concepten staat het maken van een verbinding tussen de zorgpraktijk, het onderwijs en het onderzoek staat centraal. Het bevorderen van eigen regie van ouderen met de somatische aandoening lijkt me een heel relevant thema om te belichten in zo'n ZIC of in zo'n LIN. En mijn vraag is, vindt u dat ook? Omdat ik verwacht dat uw antwoord op mijn vraag ja is, heb ik natuurlijk meteen een vervolgvraag. Vertrekkend vanuit het gedachtegoed van een ZIC, ofwel een LIN, wat zou u dan vanuit de zorgpraktijk en vervolgens vanuit het onderwijs en als laatste vanuit het onderzoek moeten worden opgepakt? Graag uw reactie op mijn vraag. Hooggeleerde opponent, bedankt voor deze vraag. Ik ben even aan het zoeken wat nu de vraag is. Want ik heb aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en ontwikkeling in het onderwijs en aanbevelingen voor de praktijk. En u vraagt mij nu om die te kantelen naar het ZIC-perspectief. Ja, klopt. Ja. Ja. Een ZIC, en het is misschien ook goed om even nog toe te lichten, dat er heel veel studenten tegelijkertijd aanwezig zijn en dat ik daar als lecture practitioner een soort docent op de werkplek was en ook verbonden aan Fontys. Als ja, dus u bent nu die lecture practitioner. Ja, ja. U hebt nu onderzoek gedaan, promotieonderzoek naar het thema eigen regie. En hoe neemt u dat mee? Stel dat u nog steeds die lecture practitioner bent in dat ZIC. Wat doet u daar vervolgens mee? Nou, ik heb het jarenlang, heb ik er iets mee gedaan. Ja. Er is afgesproken binnen de Wever, daar zijn 4 ZICs en 1 in de Wever thuis een zin. Is afgesproken om een onderzoekslijn op te zetten naar eigen regie. En daarin steeds te bekijken hoe projecten door lagerejaars en afstudeerprojecten van de bachelorstudenten kunnen aansluiten bij dat thema, zodat je steeds stukjes van de puzzel kunt leggen en daar ook meteen in de praktijk onderzoek naar kunt doen. En die onderzoeken worden ook ieder half jaar gedeeld met de medewerkers, zodat er ook gezien kan worden van wat leveren die onderzoekslijnen op. Dus dat is zeker al aan de orde geweest. Dus alle studenten die iets met eigen regie wilden, die was ik de afstudeerbegeleider van. Zowel binnen de Wever, maar soms ook wel dat studenten van andere instellingen aan mij werden toegewezen. En daar ben ik dan mee aan de slag gegaan. Ja. Dank u wel. Heb ik nog tijd? Ja. Ja? Ja. Er is nog geen vraag gesteld eigenlijk over uw eerste studie. Over die systematische review. En ik ga heel snel nu even naar de kern. Want u hebt natuurlijk een aantal studies beoordeeld. U heeft daar een instrument voor gebruikt, de Mixed Methods Appraisal Tool, de MMAT. En de conclusie was dat 6 studies niet zo hoog scoorden. En u schrijft daarover: de auteurs besloten deze 6 artikelen niet te excluderen, omdat ze relevante informatie verschaften voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. En vervolgens zegt u ook: in de analyses en presentatie van de resultaten domineerden deze studies niet. En mijn vraag is: had u deze studies met die lage scores wel moeten includeren? En eigenlijk mijn vervolgvraag: hoe bent u concreet omgegaan met deze studies in de analyses en de presentatie van de resultaten? Schors de zitting voor beraad. Ik verzoek u de terugkomst van de commissie af te wachten.
gevrouwde kandidaat. Het College van Promoties van Tilburg University heeft kennis genomen van het door u bewerkte proefschrift. Gehoord uw verdediging heeft het College voor Promoties besloten uw doctoraat te verlenen. De hoogleraar, professor Luiks, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Volgaarne aanvaard ik de taak mij door de rector magnificus van de universiteit opgedragen, uit kracht dan van de bevoegdheid ons bij de wet en bij de reglementen der universiteit verleend, volgens besluit van het College voor Promoties van Tilburg University, verklaar ik bij deze u, Johanna Maria Christina van Loon, te bevorderen tot doctor. U verwerft hiermee alle rechten die door wet of gewoonte aan het doctoraat zijn of zullen worden verbonden. Naast rechten zijn er ook plichten verbonden aan het doctoraat. Dat zijn op de eerste plaats plichten gericht op integere wetenschapsbeoefening. Het voorrecht als dokter bekend te staan in de samenleving betekent ook dat deze op uw onafhankelijke en betrouwbare oordeel moet kunnen vertrouwen. Belooft u bij toekomstig wetenschappelijk onderzoek volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk te zullen gaan? Ja, dat beloof ik. Ten bewijze van uw bevordering tot dokter stel ik u de oorkonde door rector en promotores ondertekend en met het zegel der universiteit bevestigd ter hand. Loop ik even om. Ik kwijt mij van een aangename taak, zeer geleerde mevrouw, door u ook namens het College voor Promoties van Tilburg University met de verworven waardigheid geluk te wensen. Dan geef ik nu graag het woord aan de co-promotor voor het uitspreken van haar laudatio. Gaat u zitten. Geachte dokter Van Loon, beste Jolande, ik heb de eer om jou als eerste te mogen feliciteren met het behalen van jouw dokterstitel. Ook namens jouw co-promotoren, Bienke Jansen en Ietje de Rooij, en natuurlijk deelt ook Mirjam Jansen in deze felicitaties. Mirjam was de afgelopen jaren als dagelijks begeleider jouw steun en toeverlaat bij dit onderzoek. Je hebt een geweldige prestatie geleverd. Jouw proefschrift bestaat uit 5 artikelen die inmiddels alle 5 zijn geaccepteerd in internationale peer-reviewed journals. En dat doet ertoe in de wetenschap. Bovendien deel je jouw resultaten op diverse bijeenkomsten. Zowel bij De Wever als bij Transo, maar ook nationaal en zelfs internationaal. En daarnaast werkt je ook nog aan praktijkproducten die ervoor zorgen dat de inzichten die je tijdens jouw onderzoek opdeed, landen in de praktijk. Complimenten, dokter Jolande. En je denkt nu vast, maar dat heb ik allemaal niet alleen gedaan. Zo hebben we jou in ieder geval leren kennen. Je werkt ontzettend hard, je verdient de waardering en tegelijkertijd ben je ontzettend dankbaar dat anderen iets aan jouw werk willen toevoegen. Dat geldt voor de praktijkproducten die in samenwerking met het valorisatieteam en zorgprofessionals en ouderen zijn ontwikkeld. En dat geldt ook voor jouw onderzoek. Je hebt onderzoek gedaan naar eigen regie in het verpleeghuis. Dit onderwerp past enorm goed bij jou. Doordat je jaren als verpleegkundige ook in het verpleeghuis hebt gewerkt, ken je het van binnenuit. En ik ben ervan overtuigd dat je altijd op een heel mensgerichte manier zorg hebt verleend, met persoonlijke aandacht en empathie voor degene voor wie je zorgde. Toch werd je eigenlijk best wel verrast toen je mensen, verpleeghuisbewoners, ging schaduwen. Toen zag je dat bewoners tussen de zorg- en contactmomenten door ervaringen hebben waar jij als verpleegkundige eigenlijk helemaal geen zicht op hebt. En deze open blik en ruimte voor verwondering vind ik kenmerkend voor jou. Hierdoor is jouw onderzoek
heel waardevrij, zoals het ook hoort. Je constateerde, maar je oordeelde niet. Gedurende jouw onderzoek kwam je steeds meer tot het inzicht dat eigen regie van bewoners niet op zichzelf staat, maar dat dit in relatie met zorgprofessionals en naasten vorm wordt gegeven en dat ook de organisatiestructuren daar invloed op hebben. Nou, de context van het verpleeghuis past bij jou, maar ook eigen regie is jou op het lijf geschreven. Over jouw onderzoek voerde je de regie door zaken heel zorgvuldig voor te bereiden. En daarbij hield je altijd rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden voor ons als begeleidingsteam. Ook dat deed je heel mensgericht en met resultaat. Doordat jij jouw stukken altijd zo goed voorbereid, zorgvuldig en ruim op tijd aanleverde, was het voor ons vanzelfsprekend om jouw stukken met aandacht te lezen en van commentaar te voorzien. Onze opmerkingen spraken niet altijd voor zich en soms spraken we elkaar zelfs tegen. Dat leidde tot levendige discussies over de exacte focus van je onderzoeksvraag of over welk vernieuwende inzicht in dit artikel nou centraal zou moeten staan. In de loop van de tijd leerde je er bij ons op aan te dringen om tijdens het overleg een conclusie te trekken, zodat jij er daarna voortvarend mee aan de slag kon. Je had de touwtjes in handen en hield daarbij heel veel rekening met ons. Een laatste kenmerk dat ik graag wil benoemen is jouw creativiteit. Dat blijkt uit de creatieve uitstapjes waar je in jouw vrije tijd vaak voor kiest, maar ook uit de creatieve werkvormen waar je in het actieonderzoek en in de analyse van resultaten voor koos. In een enkel geval stond de groep niet open voor creatieve werkvormen. Dat merkte je dan op en sloeg dan een andere weg in. Die veerkracht is ook ontzettend kenmerkend voor jou. Wij als begeleidingsteam stonden er wel voor open en hebben ervan genoten, van de creatieve werkvormen. En ook, maar vooral ook van de samenwerking gedurende het hele onderzoek. Ik begrijp dat je er met jouw dokterstitel nu eindelijk bij hoort in jouw familie. Jouw partner, zoon en schoondochter zijn al eerder gepromoveerd. En vandaag ondersteunen jouw zoon en schoondochter jou hier op het podium. En ze zijn vast en zeker enorm trots op jou, net als wij. Volgens mij is het nu tijd om het behaalde resultaat samen te gaan vieren. Gefeliciteerd. Zijn wij aan het einde van deze academische zitting gekomen. De commissieleden wil ik graag namens het College van Promoties van Tilburg University heel hartelijk danken. Mag ik de aanwezigen in de zaal verzoeken na het cortège rij voor rij de zaal te verlaten, te beginnen met de familie en gasten die op de eerste rij zitten. Ik sluit nu deze zitting. Mag ik u verzoeken te gaan staan en hoogleraren verzoeken hun baret af te houden. Mogen dankbaarheid ons volgen op onze zoektocht, warmhartigheid ons vergezellen en liefde ons voorgaan. Deze zitting is gesloten.